Wat zie je in Krimpregio zei tocht on het Noord-Eerst van Friesland. Minder bewoners in de dwarpen, leegstaan en basiskwal niet te dreigen. Het onder water van de dij. Hoe oors is dat nou? Zie je niet later. in die letter. De dwarpen in Noord-Eerst Friesloen bloeien weer op. En het onbod van Huzen had in tijden net zijn leegwest. Inderdaad is nog wel sprake van krimp in Noord-Eerst Friesloen. Nee, dit staat in ieder geval net. Uh, eigenlijk praten ik zo in en die jou eigenlijk hetzelfde beeld. Die zeggen ze uh, uh, eigenlijk alle ben wel uh, uit, uit de jas groeit. Hè? Het, uh, is, de vraag is eigenlijk groter dan het onbad. En je kijkt op Fundation en dan, uh, dan zie je dat ik bevestigen. Zien. En het, het aantal wenten wat de keeps zat, dat is gewoon ongelooflijk uh, krompen. En dat, dat had een, een aantal oorzaken. Maar op dit stuid zien we dus gewoon echt een schrijn te kwaad, maar van de jonge rijn die het op ziek is naar Hoeske. Dat de jeugd maar querelijk werkt te de finekin in de dwarpen, vernemen ze ek in Holwert. Wie Holwert hier nog bij Utstek het krimpdwarp, nou is dat voor Sluinoors. Uh, een naaien speelt doen. De supermarkt die uh, opknapt is, werd helemaal vernaaid is. De huizen die uh, verkocht worden. En het uh, tijdje is eigenlijk helemaal keert. Holwert is nou eigenlijk het groeiende dorp in de krimpregio. Maar is er dan al wel sprake van een krimpregio? Ik vreeg je dat om een heegleraar, Bettine Bok van de Riksuniversiteit in Grees. Zij is ons bij het kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Dat noot zie je in Hoe werkt dat nou correct, die krimp in de regio? Bevolkingsdaling heeft onder andere te maken met verstedelijking. En wat je ziet is dat de grotere plaatsen, uh, die trekken bevolking uit de kleinere dorpen. Dus het zou best kunnen dat Hovert groeit, maar dat er dan dorpen in de omgeving zijn van Hovert waar de bevolking toch daalt. Nee. En dat er dan over de hele regio geno genomen toch sprake is van een bevolkingsdaling. Het Fries Sociaal Planbureau verwachtte dat het tal in in het eerste 2030... maar zo'n 6000 meesten oornemische. In, in de meeste dwarpen is daar op dit stuid nog niet van te vernemen. Neven Sri is lid aan het Jelle Soeboer, maar we daarom echt af van het woord krimp. Dat we dat te vaak zijn, te volle broeken. Dat het dan uiteindelijk een soort van self-fulfilling prophecy nemen ze dat dan wordt. Dus eigenlijk een soort voorspelling die het, hoe vaker als dat is hoe meer als het er Joost, uh, hoe jij dat het vier weer wordt, zeg maar. In Holwee denkt op dit tijd niet en het wordt Krimp. Het is zelfs zaad dat er het viesten te min huizen binnen. Vooral een grote groep jeugd uit het Dwarp, wil hem de graag versterig je, maar er is geen plak. De populariteit van het dorp komt onder meer door het project Holwee-on-see, maar er binnen ek oren factoren nevens Dwarsbelang. De invalswegen, de centrale aas, de heg om lout, mensen, eh, Bengauer. Je bent Gauer te plak. Dus Gauer op hun werk, dat ze zeiden van hey, wij bloemen mooi in het Dwarp wij we hadden een vriendengroepje, wij, wij, ja, wij vielen je thuis. Het Dwarp eh, had, eh, had op zich alles. Het MBW, het NAISK, het ZITRON-om te komen, de supermarkt, alles is eigenlijk eh, op het Dwarp dat ze zeiden van hey, eh, wij kennen mooi wijn Om in meer ombod te verschenen, wordt het Dwarsbelang graag dat er in kwad een nijbouw mogelijk is in Hobbert. De Oranieren wordt vooral bijbouwt in de steden en binnen de dwarpen achterbleun. Het is die dat er verordening in komt, vindt onder meer de FNP. Ik denk dat het heel wichtig is. Dat wij, uh, uh, wat is nou de concrete marktvraag? Wat wil nou welk dorp bijbouwen? En dat we dan dat bouw naar aardskaal en karakter van elk dorp. Dat is essentieel, denk ik. Het is essentieel dat de jonge rijn der werd ze, ze opgegroeid binnen en daar uh, werd ze altijd wennen. Uh, we moeten we voorkomen dat dit soort mensen kunnen uh, voortgaan, omdat ze net een hoesvine kennen. We moeten juist zijn dat we dit soort mensen hier uh, Onus-Bienenkind, hier in de regio horen kennen. Dat, dat, is, dat is essentieel.